allemaal, we gaan vandaag naar het Waterliniemuseum. We hebben een interview met de cultureel manager van het museum. En we krijgen een geheime tour door een van de vrijwilligers. Hier ligt Utrecht en hier ligt Rijnauwen. Kunt u ons iets vertellen over de interactie in dit museum? Door niet alleen maar jaartallen of personen of feiten of wat dan ook op de muur te kalken, maar juist een persoonlijk verhaal te vertellen van ja, mensen die een rol hebben gespeeld in de waterlinies. Probeer die kruiwagen maar eens van de grond te krijgen. Dan voel je hoe zwaar het werk is. Maurits geeft in ieder geval aan waarom hij het heeft bedacht en hoe trots hij daarop is. We zijn hier vandaag met mevrouw Jelsma en zij is cultureel manager van het Waterliniemuseum. Waarom hebben jullie gekozen om heel veel interactieve aspecten in het museum te betrekken? Dat is vooral omdat wij echt een familiemuseum zijn. Dus wij trekken het publiek van heel jong tot oud. En dat is natuurlijk heel erg leuk en door die spellen kun je inderdaad het verhaal op heel veel verschillende manieren vertellen. Ze kunnen proberen de vijand te verslaan door inderdaad water in te zetten of door kanonnen in te zetten. Op allerlei verschillende manieren wordt dat verhaal verteld. Dus je kunt ook daarmee allerlei verschillende leeftijden aanspreken. En wij zitten op het ene grootste fort van Nederland, Fort bij Vechten. Dat is een prachtig fort. Hele mooie natuur, mooie oude gebouwen en ook dat is allemaal te bekijken. Kom allemaal hier naar het museum, natuurlijk het hele verhaal kun je ontdekken en beleven. Hoi allemaal, we staan hier met Hans Molenaar en hij is een toch? Ja. En dat is een vrijwilliger van het Waterliniemuseum en we gaan even een rondje lopen door de natuur. Een waterlinie, je weet wat een waterlinie is. Het is dus een gebied wat dus met opzet onder water is gezet. En dan ongeveer 40 tot 50 centimeter diep, zodat je er niet doorheen kan lopen. En ook geen boten daar doorheen kunnen varen. Dit stuk, ten westen van de waterlinie, dat was het belangrijkste deel van Nederland. En de rest, dat deed er eigenlijk niet zo toe. Dus dat hoeft alleen maar bestemd te worden. Al Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Nou, je hoort het, Overijssel. Niet belangrijk. Bij de coupuren. En hier bovenop, dit is de hoofdwal. En daar stonden dus 22 kanonnen op. Dat kanon stond hier in dat lagere deel. Die schoot over de dijk heen en er stond er iemand voor bij de bomen of in het veld om te kijken of de granaten in de buurt van de vijand kwamen. We gaan even onder het lint door. Niet door het lint, maar onder het lint door. We gaan helemaal door het lint! Ja. Hier staan we op het museum. Links is niet gerestaureerd en rechts wel. Reduit, dat is de plek waar ongeveer 120 soldaten zich konden terugtrekken als het fort verder kwam. Veroverd zou zijn door de vijand. En dan konden ze hieruit proberen om de vijand weer weg te jagen. Oké. Dan gaan we dus. We gaan nu naar het Reduit. In de Eerste Wereldoorlog hebben hier 80 soldaten 4 jaar lang gezeten. En die hadden dus helemaal niks te doen. En dat was de eentje, die kon ik eigenlijk ook goed tekenen. Die heeft hier een vrouwpersoon en een man getekend en dat is origineel, dat is meer dan 100 jaar oud. Zo. Het is echt allemaal onvoorstelbaar hoe het allemaal moet zijn geweest. Nou, heel erg bedankt. Ja, geen dank. Succes met je studie en met de presentatie. Dankjewel. Het was bij het Waterliniemuseum. We hebben net een interview gehad. Vet interessant. Rondleiding gehad. Ook heel interessant. En ik zie jullie de volgende keer weer. Heb je een leuk idee voor een museum dat ik kan bezoeken? Laat een comment achter en misschien ga ik daar dan volgende week of de volgende keer of een andere keer wel heen. Bij Fort Vechten. Hard vechten.